Zoals jullie misschien wel weten speel ik redelijk wat van de AD Carry rol. Voor AD Carry zijn er twee generieke builds, waaronder de Infinity Edge plus Phantom Dancer, die het meeste wordt gekocht, en die ik heb besproken in mijn standaard AD Carry build in de vorige video, en Trinity Force Bloodthirster, die worden gekocht op Ezreal en Corki. Ik ga even rollen op de Ezreal en Corki build. Wat maakt Trinity Force zo goed op deze twee carries, en een goed item in het algemeen? Allereerst ga ik in op Trinity Force. Deze wordt over het algemeen gebouwd met Bloodthirster. Trinity Force bevat 30 ability power, 30 attack damage, 30% attack speed, 15% crit, 250 health, 250 mana en 12% movement speed. Trinity Force geeft je alles, zelfs mobility. Tevens zit er een Fate Passive op die net iets beter is. Je hebt 25% kans om mensen voor 35% te slowen. Ook zit er een verbeterde variant van een Sheen proc in. Het voordeel van Trinity Force is dat het praktisch gezien alles geeft. Het geeft utility van de Fate Slow, extra damage uit de Sheen procs, ability power voor als je met ability powers killt, dat zijn Ezreal en Corki onder andere, en is redelijk goedkoop voor wat het geeft. Hier wordt vaak de Bloodthirster bijgekocht, aangezien je voor een redelijk caster heavy build gaat. Deze geeft 100 attack damage en 20% lifesteal, wat je sustain geeft en nog meer damage voor je skills uit te pompen. Over het algemeen gaat men voor Triforce Bloodthirster als je een early game wilt winnen. Wat nou als je passief laan aan het spelen bent? Nou, daar hebben we de standaard Infinity Edge Phantom Dancer combo voor. Infinity Edge is een item wat 80 attack damage geeft en 25% extra critical hit chance. Tevens zit er een hele sterke passive op wat critical hits 250% damage laat doen in plaats van 200%. Deze wordt vaak gekocht met de Phantom Dancer. Phantom Dancer is een item wat 55% attack speed geeft, 30% crit chance en 12% movement speed. Deze items werken goed samen aangezien je als je sneller slaat je meer crits kan doen, met meer crit chance doe je meer crits, en attack damage om je critical damage omhoog te krijgen. Deze worden over het algemeen voor een passieve laan gebruikt, aangezien deze build heel prijzig is, maar de late game echt wel goed terug zal betalen. Wil je meer duikdiepe minis zien, een echte duikdiepe die binnenkort weer terugkomt op mijn kanaal, of een retro let's play, kun je op mij abonneren, link op Don Rolf. Als je deze video leuk vindt, voeg hem toe aan je like en favorieten. Als je hem niet leuk vindt, dislike hem dan en zeg in de comment sectie waarom, dan kan ik mijn content verbeteren.